Dan moet je contact opnemen met klantenservice, want ik kan er helaas helemaal niks mee. Want ik weet ook niet of die collega nog verder moet rijden, welke bus het is. Dat weten ze bij de klantenservice, die kunnen dat allemaal opzoeken. En ik helaas niet. Dus ik weet niet of je pen en papier bij de hand hebt. Anders moet je gewoon thuis even op internet kijken en dan het nummer van de klantenservice opzoeken. Die moet je dan bellen. Want ik kan daar echt helaas niks mee, want ik weet niet wat mijn collega hiervoor nog doet, of die er nog is, welke bus het is. Dus je moet toch gewoon thuis even dan, de telefoonnummer staat waarschijnlijk ook wel in het telefoonboek. Dus dan kan je ook even kijken. Ja? Sorry.